Het belangrijkste item van het nieuws. Dokter professor Bart Rientjes gaat meedoen met de Transplant Games in Malaga, Spanje. We hebben een aantal sporters gevraagd of zij raad en daad kunnen geven. Max, volgende week grote race Malaga. Wat zijn jouw gedachten? Ja, het is natuurlijk veel concurrentie, maar professor Rientjes maakt wel een kans. Het is natuurlijk veel mensen en het niveau is hoog. Maar ja, uiteindelijk is het maar fietsen. Met een auto ga je naar rechts, naar links. En met de fiets is het altijd wel makkelijker natuurlijk, ja. Ja, ja, dit antwoord toont weinig respect, jij kleine snotaap. Het is gewoon niet normaal wat je nu zegt. Wat vind je? Ja, sorry, ik heb nog zijwieltjes op mijn fiets. En ja, weet je, ik, ja, sorry. Als ik zoveel carbon had op mijn auto als Bart op zijn fiets, dan zou ik ook wel meer races winnen dan één natuurlijk. Hè? Maar ja, ik wens Bart wel al het beste toe. Bedankt voor je tijd. Ik wens je veel succes. Ja, ja, dank je. Johan, heb jij nog tips voor Bart Rientjes? Welke fiets hij niet gaat meenemen? Nou, de reis gaat zeker uitmaken van hoe hij dan die dag dus over die berg heen gaat. Ja, ik zou kijken naar de concurrentie. Die gaan ook niet achter van de longen laten zien. Maar dit is een voet op het juiste moment op de pedalen moet zitten. Dus niet te vroeg, niet te laat. Mooi dat hij weet dat fietsen simpel is, maar simpel fietsen moeilijk. Het is zo dat die vaak moet gebeuren voordat er iets gebeurt. Ja, dat is logisch. Hij heeft inzicht in elk voordeel op zijn nadeel. Bedankt, Johan. Hallo Tom, ga je volgende week meedoen in Spanje? Doe professor Rientjes mee. Jazeker. Oh, kef. Hoezo dat? Ja, daar ga ik eigenlijk niet van winnen. Zo te zien schuit je al 7 kleurstront. Ja, dat klopt. En dan nu het weer. Het wordt 16 graden en het gaat flink stormen. In Malaga.